In deze video gaan we het hebben over de ideale slagzone en hoe dat kan bijdragen aan betere slagen en ook hoe je ervoor kan zorgen dat jouw tegenstander daar juist niet aan toekomt. De ideale plek om de voorhand te slaan is tussen knie en heuphoogte. Elke keer wil je dus proberen dat je op de juiste plek staat om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Zoals je hier kan zien, kan ik nu heel makkelijk doorzwaaien als ik op die hoogte sla. Als het veel lager is, wordt het veel moeilijker en als het hoger is, ook. Dus elke keer bedenken, ik wil de bal tussen heup en kniehoogte gaan raken. Deze video was één korte video die we ook delen in het progressieprogramma. Dus dan heb je gelijk een beetje een beeld van hoe een instructievideo binnen het progressieprogramma eruit kan zien. Maar je dient dus de bal tussen knie en heuphoogte te raken voor jou als 7, 8, 9 speler. Ben je van hoger niveau, dan wordt de bal steeds de ideale hoogte iets hoger. Maar voor nu, voor jou dus, rond knie of heuphoogte een beetje daartussenin. Maar wanneer wordt het nou heel erg moeilijk en wanneer wordt het nou makkelijker om zo'n bal te gaan raken? Nou, het wordt heel veel moeilijker als jij niet goed kan inschatten. Dus jij dient goed te kunnen kijken naar waar de bal komt. Niet pas als die bij jou is, maar al als de bal door de lucht gaat. Soms zelfs al dat je het kan zien aan de slag van je tegenstander. En dat noemen we anticipatie. Wil jij aan je anticipatie werken, dan hebben we binnen het progressieprogramma daar onwijs veel oefeningen voor. Maar eentje, die hebben we daar al voor gedeeld en die kan je hier gaan bekijken. Maar blijf zeker even nog bij deze video. Dat kan allemaal later wel. Maar wanneer wordt het ook voor ons nou echt makkelijker om zelf zo'n bal tussen knie en heuphoogte te raken? Moeten we dat doen als de bal nog omhoog gaat naar de stuit en hem dan raken? Of moeten we het doen als hij zakt en hem dan gaat raken? Check het in het volgende onderdeel. Stijgt of daalt de bal bij de baseline? Zoals je hier kan zien, zakt de bal bij de baseline. En zoals je hier kan zien, gaat de bal juist nog omhoog. Nou, in deze video ga je zien dat het makkelijker is voor je als jij een bal kan slaan die zakt bij de baseline. En dat een stijgende bal moeilijker is om te slaan. Zo bijvoorbeeld hier zie je dat de bal zakt en dan kan Casper de bal makkelijker raken. Maar als je dit weet dat het voor jou moeilijker is als een bal stijgt. En makkelijk is als een bal daalt. Dan weet je ook dat je bij je tegenstander er dus voor moet zorgen dat hij steeds stijgende ballen moet gaan spelen. Of in ieder geval bij een diepe stijgende bal rond de baseline naar achter zal moeten. Dus wil jij het je tegenstander heel erg moeilijk gaan maken, zorg er dan voor dat je ballen lekker diep speelt, dat ze stijgen bij de baseline. En je zal zien dat je meer punten zal gaan winnen. Het is dus makkelijker om de bal te gaan raken als die daalt. Dan blijf je namelijk in die slagzone van de bal doorspelen. Je verandert niet echt van richting. Nou, daarvoor dus ook heel belangrijk dat je weer goed kan gaan kijken. Maar ook dat je heel goed kan bewegen. Dus je dient ervoor te zorgen dat je een goed voetenwerk hebt. Dat je niet alleen maar ziet, maar ook echt er naartoe kan gaan. Want ja, zonder dat je goed kan kijken, dan heb je helemaal niets aan een goede beweging, maar kan je het heel goed zien, maar krijg jij je lichaam niet zo ver om er zo snel en behendig te zijn, ja, dan heb je er ook niets aan. Dus anticipatie is belangrijk en je bewegelijkheid, voetenwerk is heel belangrijk. Nou, daar kan je natuurlijk ook aan gaan werken en ook hiervoor hebben we binnen het progressieprogramma allemaal oefeningen, workouts en een heel programma klaarstaan voor je die jij kan gaan toepassen. Maar ook voor de voetenwerk aspect hebben we ook hier weer een video die jij kan gaan bekijken. Dan wil je er natuurlijk voor zorgen dat jij de bal zo moeilijk mogelijk bij je tegenstander brengt, zodat hij niet in een ideale slagzone de bal kan slaan. En hoe zorgen we daar dan voor? Nou, een hele makkelijke oefening is dus zorg dat de bal stijgt rond de baseline. Dus de bal stuitert en bij de baseline gaat hij nog omhoog. Nou, dat is één oefening. Maar wat je nog meer gewoon kan onthouden is, ja, zorg dat je tegen hem steeds
van links naar rechts moet gaan. Dat je een keer een hoge bal speelt, een lage bal speelt. En dus heel veel varieert. Je zou bijvoorbeeld een slice kunnen slaan. En die blijft dus heel erg laag. Dat is ook lastig. Je zou ook een hele hoge, diepe bal kunnen spelen. Ja, en dat is dan ook weer lastig. Dus variatie is belangrijk. En voor jou dus belangrijk dat je die slagen ook kan spelen. Nou, hoe kan je er nou voor zorgen dat je die slagen kan gaan spelen? Daarvoor is gewoon veel trainen belangrijk. Maar niet gewoon trainen. Je dient doelgericht te trainen. Dus ga met een trainer de baan op. Volg individuele lessen of groepslessen. En doe dat zeker één keer in de week. Maar daarnaast kan je natuurlijk zelf gaan vrijspelen. Dus ga doelgericht vrijspelen. Nou, dat kan ook binnen het progressieprogramma, door alle oefeningen die we hebben, kan je dat heel goed gaan toepassen. En dat raad ik je dan ook aan te gaan doen. Ga zorgen dat je werkt aan je anticipatie, dat je werkt aan je bewegelijkheid, dus dat kan door middel van workouts, en werk aan al je arsenaal, al je slagen die je kan uitvoeren om een slice te slaan, om een hoge bal te slaan, om een beetje met topspin te slaan, wat aanvallende te slaan. En onthoud dat hoe vaker jij tennist, hoe meer dit een gewoonte wordt voor jouw lichaam, voor je brein. Een bal die je misschien één keer heel erg hoog ziet en je mist hem, dan gaat je lichaam automatisch aanpassen om daar volgende keer wel op tijd bij te zijn. En hoe vaker je dit doet, hoe meer uren je erin steekt en met focus daarbij bent, hoe beter het zal gaan. Dus stop de uren erin, ga doelgericht trainen en werk aan je anticipatie, bewegelijkheid en al je slagen. En dan hoop ik dat je hier veel aan gehad hebt. Dat je wilt abonneren op dit kanaal om nog meer stappen te maken in je spel. En zoals ik al zei, wil je echt met een plan de baan op gaan? Wil je het progressieprogramma gaan volgen? Wil je je aansluiten bij de fanatieke spelers in Nederland en België? Zorg dan dat je hieronder naar de link gaat en lid wordt van het progressieprogramma.